Je speelt natuurlijk samen met Zlatan. Wat maakt hem zo bijzonder als voetballer? Moeilijk te zeggen wanneer je hebt niet getraind met hij of gespeeld met hij, maar hij ziet een situatie dat andere spelers niet zien. En wij hebben ongelooflijke coördinatie in hij body. En hij voetjes is zo groot dat hij kan pakken de bal in ongelooflijke winkel, enkel, angles. Ja. Zo, ja, ongelooflijke speler. Oké, welke maat heeft hij, weet je dat? 48 misschien. Okay. Ik weet niet precies. En jij? 43. Okay. Zo is een groot verschil. En wat kun jij van hem leren? Ja, veel natuurlijk. Alles. Ik denk mentaal. Dat is hij sterkste punt. Als hij niet speelt goed, dan... Ja, dat maakt niet uit voor hij. Dan komt de bal in 80 minuten en hij schiet dat in. Dat is ongelooflijk. Want sommige mensen, jij zegt het collectief is het sterkste punt van Zweden. Je hebt ook mensen die zeggen zonder Zlatan is het team Zweden een beter team. Maar hoe zie jij dat? Nou, natuurlijk met Zlatan, we hebben een goed team. Zonder Zlatan, we hebben een oké team. Ik denk het is alleen dom te zeggen dat zonder Zlatan Zweden is beter. Met Zlatan hebben wij een speler die kan beslissen de wedstrijden in welke minuut, in 90 minuten. Dus je hebt hem wel nodig om een toernooi succesvol te maken? Ja, in EK is heel nodig voor ons.